Nou, we hebben een hele mooie hangplek gecreëerd voor tieners, zeg maar. Maar er zitten oudere personen die overlast veroorzaken, drinken, blowen en heel veel lawaai maken. Drinken en blowen, als je dat in die plek doet, is niet zo erg. Maar heel veel lawaai maken tot diep in de nacht. En daar hebben burgers last van. En u zegt ouderen, moet ik dan aan senioren denken? Nee, want die liggen in bed s'avonds. Nee, ik sprak vorige week met een paar twintigers. En ik hoorde net in de raad dat het ook ouderen, nou, misschien wel begin dertigers zouden kunnen zijn. Maar ik heb twintigers gesproken. En nu? Gaat de gemeente hem weghalen, de hangplek? Nou, ik heb het vandaag al even het college erover gehad. Nu waren er toch wel een aantal stemmen in de raad om dat te doen. En we zullen dinsdag, is de normale collegedag, zullen we het er wel weer even over hebben. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen zich niet prettig voelen, hun huis niet uit durven, omdat er mensen voor de deur staan te schreeuwen, bier te drinken en herrie te maken. Dus daar moet echt wel wat aan gedaan worden. Nou, de burgemeester die heeft het plan om hem gewoon weg te halen, de hangplek. Is dat de oplossing? Nou ja, in ieder geval voor deze locatie voor nu. We zullen ook na moeten denken over een oplossing, want het probleem gaat zich dan verplaatsen. Dus daar moeten we wel zeker de controle houden. Maar lastig is het wel. Maar onveiligheid voor bewoners, dat is niet acceptabel. Wij kregen nogal een verontrustende brief van een buurtbewoner die zich echt niet meer veilig voelt. Nou woon ik zelf ook in die buurt en heb ook al een paar keer wel politie gezien, maar dat hoort wel bij een jongere plek. Alleen de jongeren schijnen tegenwoordig 30 te zijn, misschien nog wel ouder. Met auto's geparkeerd te staan, met kratten pils ernaast. Als het een beetje weer is, ontbloot lichaam. Bovenlichaam, nou is dat misschien nog te doen als het 23 graden is. Maar ik snap niet zo goed waarom je op donderdagavond om 7:00 s'avonds met een auto op een hangplek moet staan met een kist pils ernaast. Dat snap ik niet zo heel goed. En dan ook nog als je rond de 40 bent met een groepje. Daarmee ga je aan het hele principe van een jongerenhangplek voorbij. De jongeren voelen zich geïntimideerd. Die durven daar niet eens meer te komen waar het voor bedoeld is. Dus haal hem weg. Want het een sluit het ander niet uit. Weet je? Het is niet zo als je hem weghaalt dat hij nergens meer terugkomt. Maar het lijkt wel heel erg alsof het een het ander aantrekt. Dus ja, je hebt een jongerenhangplek waar we op tieners gokken, die daar dan gezellig even wat zitten te ouwehoeren 's avonds. Helemaal mooi. Maar dan wil je niet hebben dat er opeens allemaal dertigers, begin veertigers komen met een auto. Trouwens, sowieso met een auto en pils drinken lijkt me niet verstandig. Maar hoe ze dat precies regelen, weet ik niet. Ik loop er ook niet graag op af. Nou, ik ben één keer opgestaan om niet de jongens tot orde te roepen, maar ik ben inderdaad een keer naar de hangplek toegegaan. En heb daar een praatje gemaakt met de jongens en ook die bewuste avond of nacht, beter gezegd, hebben we de burgemeester gebeld met de vraag waarom de hangplek niet verplaatst kon worden. Het antwoord daarop was dat er op de plek waar ze graag naartoe willen, het molenpad, dat daar geen overkapping gebouwd kon worden omdat het buitengebied is. En dat als ze heel erg vervelend zouden blijven, dat de hangplek uiteindelijk weg zou gaan. En vanavond lijkt het erop dat er een beslissing genomen gaat worden om de hangplek weg te halen. De burgemeester geeft aan dat het op het molenpad te afgelegen is. Dat als er dan iets gebeurt, dan is er niemand in de buurt. Ja, dat hangt er vanaf waar je dan meet op het molenpad. Kijk, als je halverwege het molenpad, dan is het inderdaad afgelegen. Maar als je pal achter de gemeentewerf op het trapveldje of dat veldje daarachter, dan zit je nog redelijk dicht bij de bebouwde kom en dan valt het wel mee. Ik heb begrepen van omwonenden, vooral de bewoners van de Pinksbloemlaan en Village House, dat ze zich inderdaad onveilig voelen. Dat ze eigenlijk niet eens fijn vinden als ze een dagje uit geweest zijn of een bezoekje afgelegd hebben en ze moeten naar huis terug, dat ze het eigenlijk niet eens zo fijn vinden om weer naar hun woonplek te gaan. En wat moet er gebeuren? De burgemeester zegt weghalen die hangplek. En waar moeten de jongeren dan naartoe? Geef ik de burgemeester groot gelijk door die hangplek daar weg te halen. Maar je spreekt daar over jongeren. Maar eigenlijk is het niet de doelgroep waar wij het eigenlijk die hangplek voor georganiseerd hebben. Want dat zouden eigenlijk 15 tot 17-jarigen zijn. Daar hebben we het voor bedoeld. Maar het zijn mensen van boven de 20 die met de auto komen, krat bier naast zich zetten en hoop geluid produceren. We hebben dronkende motoren ook aankomen en wegrijden. En dat was onze bedoeling natuurlijk niet. Dus het moet anders.